We hebben ontzettend veel goede reacties gehad op het vorige stuk. Ja, ongelooflijk. Ja, wat zie je er goed uit? Wat een goede vragen, wat een goede interviewtechnieken. Lekker uitgeslapen. Ja, frisse jongens. Het kon gewoon niet op. Dus we gaan het nog een keer doen. Ja, nieuwe stelling. We hebben een nieuwe stelling. We moeten alleen nog een plaats uitzoeken waar we het gaan doen. Ja, ook een nieuwe locatie. En dat ga jij nu dat doen, volgens mij. Oké, zal ik... Ja hoor. Oké, ik ga niet kijken. Gewoon willekeurig. Hilversum. Nou, let's go. Prima. Hilversum it is. Wat is de stelling, Jocko? Goede gamefilms bestaan niet. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik heb echt nog nooit een goede gamefilm gezien. Echt nog nooit. Sommige zijn wel aardig, maar... Silent Hill. Gaat wel. Dat is misschien de minst slechte van allemaal. Maar het meeste is bagger en... Ja, en Uwe Bolcrap. Iets echt goeds bestaat gewoon niet. Nee, dus daar gaan we mensen voor testen. Ja. Zijn er goede gamefilms? Dat is de vraag eigenlijk. Nog nooit Tomb Raider gezien? Resident Evil? Ja, Resident Evil heb ik wel gezien, ja, een van die delen daarvan. Weet je, één goede gamefilm? Eentje? Eén. Ja, dat vond ik trouwens op zich wel een redelijk leuk film. Maar eigenlijk weet ik het niet. Prince of Persia? Ah, ja, tuurlijk wel. Ja, die heb ik gezien. Tof? Ja, mega, vet. Mijn punt is gemaakt. Het is 4:00 middags, alle winkels zijn open. Je kan niet eens games meer kopen. En dit is de staat van gaming in Hilversum. Ja, dat is niet best. Het is sneu. Wat is volgens jou de beste gamefilm? Veel plezier ermee. Hallo meneer. Nee, ik ga niet in de telemicrofoon praten. Goede gamefilms bestaan niet. De bent me eens of bent niet van. Jij vindt dit met een goede film? Huh? Ja. Waarom? Gewoon, hij was goed. Nou, dan praat u toch gewoon tegen mij? Waarom? Ik praat gewoon... u gewoon maar tegen mij. Ja. Ja, is het erg beleefd? Alsjeblieft. Hij beschermde het toch op het eind? Ja. Hij koos er voor zijn gevoel en niet voor zijn werk. Dus? Dan is het juist gay. Ja, oké, daar heb je gelijk in. Dus jij herkent mij? Ja, Frits was het toch. Godverdomme, je wordt er zo blij van. Ik wilde eigenlijk wat weten over gamefilms. Over gayfilms? Nee, niet gayfilms. Nee. We gaan een beetje van de verkeerde kant in het gesprek. Ja, maar je hebt een microfoon in je hand en dat bevalt me niet. Heb jij ook wel eens een gamefilm gezien? Ja, maar die waren niet zo goed eigenlijk. Die waren niet goed? Nee. Heb je ooit wel eens een goede gamefilm gezien? Nee. Dus eigenlijk zijn ze allemaal kut. Ja. Tomb Raider, Silent Hill, computerspelletjes. Ja, San Andreas en GTA en Vice City. Ja, jij bent het helemaal eens met onze stelling, denk ik dan. Ja, oké. Okay. Ik ga nog even een handtekening voor je neerzetten, of je het nou wil of niet. Ja. Frits. Van. Je hebt een beetje... Een pokdalige reet, jongen. Ik stel voor, als we dit nou veranderen voor een uitroepteken, dan gewoon mensen ervan overtuigen dat goede gamefilms niet bestaan. Dus dat ze ook maar gewoon beter niet kunnen kijken. Bewustwording. Juist. Awareness. Mogen jullie heel even storen? Hebben we al gedaan. Dus we gaan gewoon lekker door. Goede gamefilms bestaan niet. Nee, dat klopt. Gamer, die film. Dat is ook echt een kut film. Wel goede graphics. Kijk, hier hebben we het eigenlijk al staan. Goede gamefilms bestaan niet. Goede gamefilms bestaan gewoon niet. Nee, vind ik ook. Duidelijk ook. Mee. Hallo. Wij creëren bewustzijn over het feit dat geen goede gamefilms bestaan. Ja, maar je zegt goede gamefilms, hè? Je zegt niet dat gamefilms niet bestaan. Goede gamefilms bestaan niet. Informatie verwacht je nou van zo'n duif te krijgen dan? Nou ja, bevestiging. Jocko, de dag is ten einde. Ja hoor. Is onze missie geslaagd? Hebben wij de Hilversummers ervan kunnen overtuigen dat alle gamefilms kut zijn? Ja, ik denk dat we net dat extra beetje bewustzijn hebben gecreëerd. Dat gewoon alle gamefilms kut zijn. Ja. En ja, dat is goed. Ben ik het volkomen mee eens. Klaar. Volgende week weer een stellingje doen dan? Ja, waarom niet?